Nou, je waant hier echt op de piste. Het zonnetje schijnt. Allemaal mensen die gezellig aan het skiën zijn. De sneeuwballen vliegen om je oren. Ja, ik mis de snert, Nicky Broos. Ja, welkom in je eigen grote sneeuwzandbak. Dankjewel. En de snert is er hoor, in het restaurant. Gaan we zo direct samen eten. Ja, alles ook wel een beetje in het teken van de Olympische gedachte. Hoe is dat voor jou? Waar gaat het om? Winnen of meedoen? Nou, ik kies op dit moment zeer zeker voor het meedoen. Omdat ik erin zit in het zakenleven om zoveel mogelijk mensen wintersportplezier te bezorgen. Hetgeen het mij in mijn leven al zoveel gebracht heeft, onder andere dit ondernemerschap. En dan is er niets mooier dan zoveel mogelijk mensen rode oortjes, rood neusje te zien krijgen van het skiën of van het snowboarden. Dat is het mooiste en dankbaarste gedeelte in mijn werk. En je benoemt het ondernemerschap. Liep dat voor op zeg maar, de keuze om een skidome te bouwen? Ging het om het entrepreneurship? Nee. Ik wist niet toen ik klein kind was dat ik ondernemersvaardigheden in me had. Wat ik wel wist was, ieder jaar dat wij terugreden vanuit de wintersport naar Nederland naar huis, dat ik zat te janken als een klein kind achter in de auto. Ik was ook nog een klein kind. Omdat het zo thuis voelde als mijn tweede thuis. Dus toen ik ontdekte dat ik ook nog wat ondernemersvaardigheden in me had en mijn ouders ondertussen al een wintersportbedrijf begonnen waren, ja, dan is 1 en 1 2 en het is verworden tot wat het nu heden ten dagen is. En dan heb je ook nog een vrouw met ondernemersbloed en dan ontstaat er nog een skidome en wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, we hebben inderdaad een tweede wintersportcentrum erbij sinds 2012 in Zeeland, in Terneuzen. En in 2006 zijn wij een indoor skydive centrum begonnen waar je zelfstandig kunt vliegen. En daar zijn we 2 weken geleden begonnen met een onderzoek om elders in Nederland daar een tweede locatie voor te openen. Ondanks de recessie? Of dankzij de recessie? Misschien juist. Ja? Kijk, je zult moeten blijven investeren. Het zeggen dat je het gaat doen en het uitvoeren, daar zit echt wel een wereld van verschil in. Maar er zijn nu ook kansen. Je kunt wat goedkoper realiseren. Over het algemeen genomen zijn de gemeenten wat flexibeler in hun gedrag en besluitvorming. Ja, het is hypocriet. Het is hypocriet, maar het werkt wel zo. Ja. Want iedereen zit verlegen om werkgelegenheid, iedereen zit verlegen om toerisme. Ik heb ook ergens gelezen, jij noemt jezelf een ondernemer met 5-voudige ADHD. Als ik jouw vrouw was, zou ik onmiddellijk mijn koffers pakken. Nou, dan heb je die nog niet leren kennen, daar heb ik het van gekregen. Ik zie overal kansen. Ik zie omdenken. Overal kansen. Nadenken, vrijdenken, out of the box. Het zijn clichés, maar het zeggen dat je het doet en het echt doen, dat is het verschil. En daarom noem ik mezelf 5-voudige ADHD'er. We hadden het allemaal gezien, hè? Sven werd tweede, verdorie, weer geen eerste. Je zag aan zijn gezicht dat hij het lastig had. Kan jij goed tegen je verlies? Nee, totaal niet. Totaal niet? Ik zal altijd mijn zin krijgen. Ik zal al moeilijk door betonnen muren gaan. Duurt wel wat langer en ik heb mijn hoofd en mijn neus ook al heel vaak gestoten. Ik begrijp ook heel goed de gevoelens, althans ik denk heel goed te kunnen begrijpen welke gevoelens hij heeft. Ik ben nog steeds wel heel erg trots op hem, want het was weer een Nederlands podium. Ja. En ze leveren gewoon fantastische prestaties. Ja, en prestatieleven is, dat gaat allemaal niet vanzelf. Jij zult ook wel eens iets gedaan hebben waarvan je dacht, wat minder. Spijt is verkeerd. Spijt is absoluut een verkeerd woord, want je moet de verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die je neemt. Wat was de verkeerde beslissing? Ik heb mogelijkerwijs, we hebben hier in 2011 hier in Rukven onze hele grote verbouwing gedaan. En mogelijkerwijs had ik ervoor moeten kiezen om baan 2 en baan 3, waar we hier zo op kijken, om die toch langer te maken. En omdat? Dat voor een bredere doelgroep, voor een grotere doelgroep mensen aantrekkelijker is. Ja, absoluut. Zullen we dan gewoon jouw bakkie snert in je heerlijke restaurant gaan pakken? Van harte welkom. Okay, dankjewel. Graag gedaan.